Ik doe nu net alsof ik heel fancy ben en ik heb een lange jas aan, maar ik heb gewoon Laura's trui aan en een legging. Dat geheimzinnige van de vorige vlog kan ik uitspreken. Hoi, mag ik 9 cup nuggets? Weer verder. Wat ze boos, dat ik alles krijg en er stil zit. Dus ja. Goedemorgen, lekker uitzichtje. Maandag en ik ben net wakker. Ik ben vandaag vrij, maar dat betekent dat ik niet niks moet doen. Ik ga vandaag een productief dagje hebben. Ik zit hier al met mijn laptop en zo. Oh, dus dat. Ik heb een heel leuk weekendje gehad. Ik vond het echt super gezellig. Met heel veel mensen en gezelligheid. En cadeautjes. Oh, ik heb hier zo'n gigantische pukkel. Dat het echt zoveel pijn. En ik krijg nog telefoontjes als het goed is. Ja, ik moet nog wel dingen doen. Dus dat is daar is deze maandag voor. En ik wil dus heel graag voor deze week een video opnemen en editen. Voor volgende week maandag. Voor een kerstmake-up look. Maar ik weet niet of ik dat tijd voor heb. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. Maar dat wil ik heel erg graag. Dus daar ga ik vandaag nog even naar kijken wanneer ik dat zou kunnen filmen. Ik ga even ontbijten en ga ik beginnen. Oh jongens. Mijn god. Ik ga echt zo hard een masker op doen. Ik wou even zeggen dat ik de maandag nu al leuker vind, omdat ik geen theorie meer hoef te leren. Oké, ik heb een pakketje gekregen en deze ga ik met jullie nu unboxen. Ik heb namelijk dit prachtige Maria Nila pakket gekregen. Dit is een kerstpakket. Dit kun je gewoon cadeau doen. Ik ga even kijken hoe ik dit moet openen. Oh zo. Oh, ik heb verkeerd op. Kijk. Ik heb... Oh, dit voelt heel apart. Ik heb de True Soft Shampoo en Conditioner, de Hand Soap Mido. Geen idee, dat heb ik. Dit zit erin. We gaan hem gewoon gelijk even openmaken. Zo mooi. Oké, wacht. Oeh, kom eruit. En dit is hem. Ik heb de shampoo ontvangen. Ik ben echt heel erg benieuwd. En hier zit dus, het is vegan, 100% vegan. En cruelty free. Dus dit is de lijn met argan-olie. Dus dat is natuurlijk super goed voor je haar. En voor gekleurd haar is dit ook super top. Staat er allemaal op. Helemaal leuk. En ook de conditioner en nog handzeep. En dit wil ik als cadeautje aan mijn moeder geven. Maar dit pakket kun je dus gewoon, ja, kopen. Ha, grappig. En het is een super leuk, ja, kerstpakketje om cadeau te doen. En het is ook heel goed. Het is €55 volgens mij. En deze heb ik mogen ontvangen. Dus heel erg bedankt. Ik ben hier heel blij mee en ik ga dit gewoon testen. Ik wil nog wel even ruiken. Oh, het ruikt zo lekker. Het ruikt echt naar kapper geuren, weet je wel? Waar hun altijd ja mee was, daar ruikt het naar. Dus ik ben hier super blij mee. Oh my god, deze plank was altijd heel minimalistisch en het zit zo vol. Ik moet het echt een keer gaan uitzoeken. Oh my god. Zo, ik heb me nog geprobeerd enigszins een beetje klaar te maken en deze vulkaan te bedekken, want goh, wat was dat er voor ineens, hè? Dat doet pijn, maar goed. Ik ga even mijn haartjes kammen, zo mijn werkkleren aan doen, maar eerst even eten. Ik moet zo werken en heb ik eigenlijk geen zin in, maar goed. Dat is wat ik ga doen en ik heb mijn video bijna af. En dan alleen het editen, dus letterlijk het knippen en plakken zelf. Meer nog niet. Dus daar ga ik morgenavond nog even mee bezig, ga ik hem afmaken, want dan ben ik daar ook weer mee klaar. Morgen, het is vandaag. Welke dag is het? Dinsdag. En ik ben me even aan het opmaken. Ik heb school tot 1:30 en daarna moet ik gewoon bezig met dingen. Dus ik laat jullie zo van mijn outfit zien en dan moet ik gaan. Het is best donker, hè? Ik draag deze trui van New Yorker. Ik heb een scrunchie op mijn hoofd. En deze velvet broek groen van Lily. En mijn schoentje van Moes Wanted. Het is een beetje donker, dus je kan het niet goed zien. Maar ik ga er nu snel vandoor. Zo allemaal, ben ik scherp? Ik weet het niet. Ik ben thuis. Het is 2:00. En we mochten iets verplaatsen waardoor we eerder vrij zijn. Anders hadden we heel lang tussenuur. Of tussen 1,5 uur. Dus dat is super chill. En dan kan ik straks weer even productief bezig. Want ik wil mijn vlog nog editen en dingen voor school doen. Nou, hetzelfde riedeltje als normaal. Ik moet ook eens ook nog schoonmaken. En dat moet ik echt even doen. Verder wil ik wat zeggen. Want dat geheimzinnige van de vorige vlog kan ik uitspreken. Wat ik namelijk deed, is dat ik een sollicitatiegesprek had die dag. En ik kan jullie nu meedelen dat ik ben gebeld. En dat ik ben, aangenomen.
Dus ik heb een nieuwe baan. Woehoe, nieuw jaar, nieuwe baan. Rijmt niet, zit mij er maar niet uit. Waarom? Ik werkte altijd bij de Jumbo. En ik vond het heel gezellig daar, dus daar niet van. Maar ik moest daar in april weg, want dan verloopt je contract. Want je hebt altijd 2-jaarscontract tenzij je een vast contract krijgt. Dus ik moest sowieso in april weg. En toen echt werd ik overspoeld met vacatures van mensen. En dan één dezelfde vacature, want ik wou natuurlijk nog niet weg. Want ik hoefde pas in april weg. Maar die vacature die paste heel erg goed bij mijn studie. En die sloot om 7 december, of op 7 december. Dat betekent dat ik een keuze moest maken tussen de Jumbo of dat. Of ik ging nog door bij de Jumbo en ik moest in april een ander baantje zoeken. Of ik stopte nu bij de Jumbo en ik heb een baantje wat past bij mijn studie. Wat in Nijverdal al best wel moeilijk te vinden is. En dat is het dus geworden. Ik ga nu werken bij Wolters Wonen. Dat is een hele grote luxe woonwinkel. En dan ga ik hun website een beetje onderhouden. En productinvoer en allemaal dat soort omgaan ga ik doen. Dus dat is mijn nieuwe baan. En ik ben heel erg benieuwd. En de collega's zijn heel erg leuk. Ik krijg eigen kantoorplekje. Dus ik vind het helemaal leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk ga ik de hele dagen op maandag werken. En misschien een half dag op vrijdag. Dus dat is een beetje wat ik nu zo in mijn hoofd heb. En dan ben ik zaterdagen vrij. En dat vind ik heerlijk. Want dan kan ik video's opnemen. Ik kan bezig voor school. Wat ik anders op de maandag moet doen. En al dat soort omgaan. Dus ik kan helemaal van alles gaan doen. Dus ik ben er heel erg blij mee. Wanneer jullie dit zien, heb ik al ontslag genomen bij de Jumbo. Maar op dit moment, nu in het nu, moet ik dat dus nog gaan doen. Daar heb ik niet zoveel zin in, want ik had wel altijd heel gezellig. En ja, dat vind ik altijd nooit zo leuk. Maar goed, dat hoort erbij, hè. Ik ga vrijdag, wou ik dus de video opnemen, maar ik weet niet of ik dat ga redden. Die kerstvideo, omdat ik dan daarheen moet naar Wolters Wonen om mijn contract te krijgen. En ik moet nog wat dingen meenemen, zoals ideeën en zo. Dus dat is dat is ook weer uit. Ik zie er niet uit. Ook. Dat is ook weer gezegd en ik ben er heel erg blij mee. En ik hoop dat dat iets leuks wordt. Even chillen, even bijkomen en dan gaan we weer strijden. Wat? Ik haat mezelf. Oh my god, wat is deze lekker. I can't. Kom maar door met die pukkels. Oh. Nou, ik heb hem even helemaal meegenomen. Ik ben misschien heel slecht. Ik ga even zo doen. Oh, kut. Dan zie je geen fuck. Ik verschuif het leren naar morgen. Morgenochtend. Want ik ga laat beginnen. Want ik heb anders een hoorcollege. Uur en 3 kwartier ertussen. En dan nog een hoorcollege. Ja, denk je dat ik dat ga doen? Nee. Dan begin ik morgen pas 1:15. Dus doe ik het wel in de ochtend. En dan kan ik nu die hard vlog editen. En masker op doen. Want dit kan natuurlijk niet samen. Dan krijg je dit. We gaan de vlog editen. Dat is wat ik ga doen. Met chocola. Oké, zonder grap. Ik heb ook nog best wel andere dingen om te doen. Oké, dat komt echt niet goed uit. Dus beter kan ik inderdaad morgenochtend dat gaan leren. Want dan heb ik 2 uur non-stop de tijd om dat te doen. En ik heb er nu 1 af. Dus die kunnen we. Oh my god, heb ik nou niet gefilmd dat ik hem heb voltooid? Oké, even onvoltooien. Dan doe ik het nog een keer op beeld. Next. Zo, we hebben alles afgerond. En ik ga lekker in badje. Daar heb ik heel veel zin in. Want altijd als ik ga editen mijn video, dan vat ik kou of whatever. Oh, je wordt er zo koud van. Oeh. Dus ik ga lekker in badje. En dan ga ik straks eten. Ik ga boerenkool eten. En mama heeft een borrel op het werk. Kerstborrel. Dus die komt ook best wel laat thuis. Echt heel erg laat. Dus ik denk dat ik alleen eet. En anders komt Britt nog. Dus ja, ik heb in bad. En dan doe ik een masker op. Dat is wat ik ga doen. Want mijn huid is zo verlept. Doe ik zelf hoor. Door chocola. Maar eigen keus. Oké. Of ik ga voor verkeerde la. Hier. Of ik ga voor deze. Dit is echt zo'n fijne kleemask. Of voor deze. Dokter van de Hoog. Kant en klaar. Beschermend en voedend. Nee, ik ga voor deze. Deze is echt top. Yes. Hokkies Hokkie is weer schoon. Leuk hè, die advertenties. Ja, de stacks kunnen stromen binnen. Ze kijken mijn vlog. Ah, lieve Hokkie, hoezo bang? Wat zei je, Britt? I love this. En wat love je? De pakketjes die uit worden gepakt. En wat zei je toen? Ja, ik hou er gewoon van. Ik vind dat leuk, dat ik al die cadeautjes krijg of zo. Zou je het op beeld zien? Ik haal ervan. Nou, heb ze. Kan jullie zien? Even kijken, we hebben een broek. We hebben. Zo, het is inmiddels alweer bijna 9:30. Oh, die pukkel, hè? Dat is niet normaal.
Mijn kop lijkt echt rood trouwens. Goed. Ik ga nog even snel een factuur maken. Want ik moet een factuur maken en opsturen naar een bedrijf voor een campagne. En dan ga ik lekker naar bedje toe. Ja, ik wil wel op tijd naar bed. Dus dat ga ik even snel doen. Goedemorgen, het is vandaag. Oh, het is altijd een struggle, hè, welke dag het is. Het is woensdag en ik ben me aan het klaarmaken. Maar ik wil even iets zeggen, want ik zit in een struggle. Calvin of Kelvin van YouTube, die had een oproep gedaan op Instastory van of onbekende YouTubers hun kanaal willen opsturen, als ze dat willen. En dan kan hij zijn ongezouten mening daarover geven. Ten eerste denk je, goh, ik zou het doen, maar aan de andere kant... Want je krijgt natuurlijk wel wat meer bereik en dat is uiteindelijk wel wat je wil. Maar aan de andere kant denk je, kjell, hij gaat je helemaal kapot maken. Ik weet niet of ik het moet doen. Iedereen zegt, ja, gewoon Floor, doe het, wat heb je te verliezen. Maar ik weet het niet hoor. Ik heb daar wel een beetje stress van. Maar aan de andere kant denk ik, boeien, hij overhoort zag alleen maar. Weet je, je hebt eigenlijk ook niks te verliezen. En als je het gewoon een beetje met een korreltje zout neemt, ja. Wat zou hij dan kunnen zeggen? Ik denk iets over make-up en zo, weet je wel. Goh, dat soort dingen. Of gewoon mijn directheid dat hij daarop gaat antwoorden. Nou, ik weet het niet. Wie zegt überhaupt dat ik het word? Dat weet je ook niet. Want ik denk dat heel veel mensen hun YouTube-kanaal gaat insturen. Of inzenden. Ik weet het niet. Ik ga nog even over twijfelen en over nadenken. Ik heb trouwens zo'n lief kaartje van Lisa gekregen. Ik ga niet alles laten zien, want het is best wel persoonlijk. Kerstkaartje. Ja, moeilijke tijd en zo gehad. Maar dit is zo lief van haar. Echt zo lief. Heel blij mee. Zo mensen, ik ben klaargemaakt. Ik ga nu naar school toe. En ik krijg zoveel lieve berichtjes. Dat is echt niet normaal. Ik heb bijvoorbeeld in mijn story gezet van, yo, zou ik dat doen van dat Calvin ding? En heel veel zeiden ja. En heel veel appten me van, yo, je moet het gewoon doen, want... Ja, wat heb je te verliezen? En ik kreeg ook allemaal insta berichtjes van mensen die gewoon zeiden, ja, moet je echt doen en het maakt niet uit en weet ik veel, je bent echt zo professioneel en gewoon allemaal lieve complimentjes en ik vind dat zo lief van jullie. Ik vind dat echt heel erg lief. Daarbij wil ik zeggen dat ik volledig achter sta wat ik online gooi, dus ik wil je daar echt heel erg voor bedanken, dat doet me echt heel erg goed. Ik ga nu lekker naar school. Ik moet nog wel even eten maken voor school. Anders ga ik dood, want ik kan niet zonder eten natuurlijk. Het is Floor, Floor Delven, ik kan niet zonder eten. Ik heb ook geprobeerd om mijn puisten te bedekken. Oh mijn god, ik moet misschien stoppen met chocola. Het is gewoon niet te doen. Nou, ik ben thuis en ik heb nog niet eens de tijd om iets te doen. Want mijn vrouwtje die wil natuurlijk kijken wat er in de pakketjes binnengekomen. Ja. Oh nee. Maak me open dan. Ik wel. Ja, ik heb mijn handen vol. Is die bruine... Oh ja, die bruine sweater. Ik andersom. Ja. Oh nee, zo ja. Zo. Met een gespje. Jongens, oh wat zacht. Echt een heel zacht stofje. Een zacht stofje met zo'n leuke gesp. Ik hoop dat die mooi zit bij een leren broek of zo. Dan, next. Oh, wat is dat? Oh ja, een rok. Had je die besteld? Ja, die heb ik gevraagd. Die vond ik heel leuk. Met zakjes. Een geleerd. Echt heel mooi. Een leren rok. Oh, hij stinkt wel heel erg. Ja, dat is leren. Naar vis. Oeh, ja, hij stinkt naar vis. Oh my god, moet ruiken. Maar hij is wel heel mooi. Deze gaat eerst in de was. Oh, dat is goed. Ik ruik het hier nog. Zo. Oh, het stinkt. Wow, die rok stinkt naar vis. Is niet jouw jas. Dit is je trui. Nou, Britt haar trui. Mag zij hebben. Ik zet trouwens alle linkjes in de beschrijving en kortingscode zet ik in beeld. Voor de items van Chiquelle. Jullie hebben dan korting, maar dan niet op sale producten en ook niet op beauty producten. Maar voor de rest alle items. Dus deze hele mooie trui die is voor mijn zus. Laat ik ook eens een keer verwennen. Dat ze boos, dat ik alles krijg en dan stilt ze het. Dus ja. En last but not least. Wat is dat ook alweer? Nou, denk ik met oh ja, nee, een vest. Ik heb nog nooit een vest in mijn leven gehad. Maar die zag er heel... Moet je ook ruiken? Maar deze stinkt nee, dit stinkt naar wol. Van het schapenwol. Oh, ja, het stinkt naar schaap. Maar het is wel heel mooi, want deze op het aanbeeld was heel mooi. Dus ik denk dat ik die heel chill vind. Het stinkt echt naar schaap. Moet je ruiken? Nee. Dus dit zijn de items van Chiquelle. Jee. Oké, ik moet deze even in de was gooien, deze rok. Maar even geen grap. Overdrijven, absoluut. Gewoon niet. Totaal niet. Maar dit stinkt naar bedorven vis, dit rokje. Oh, wat erg. Dus die gaat even in de was. Ik ben er heel blij mee. Oeh, ik moet even... Oh, nee, mijn mobiel. Waar is die nou? Hier. Ik moet me nu even omkleden voor sporten. En ik wou nog zeggen dat ik weer wat mag uitzoeken. Dus dat zien jullie in mijn volgende video. En nu heb ik ook iets voor mijn moeder. Die heeft even wat uitgezocht. Vind ik wel leuk als hun ook wat uit mogen zoeken. Want ja, weet je, dat doet me ook wel goed.
Dus vorige keer mocht mijn zus iets uitzoeken, nu met zijn moeder. Dus ze heeft een heel leuk truitje. Ik heb hier een dikke pukkel die opkomt. Ik ben helemaal kapot van die trap. Perfecte plaatje. En ik moet nog naar de Jumbo pakketje ophalen. Zo'n kerstpakket. Maar dat is na perfecte plaatje kan ik dat doen. Want daarvoor zijn ze nog niet... Dan is die kerstavond nog niet bij de Jumbo. Jammer, want normaal doe ik naar het douchen altijd in mijn pyjama. Maar nu kan dat niet. Ja, kan wel. Maar dan moet ik in mijn pyjama naar de Jumbo. Dat gaat me een beetje te ver. Oh, ik heb mijn haar eraf knip. Nog één kaartje te gaan. Top. Zo, dit is de trui. Echt super mooi. Het is echt de perfecte trui gewoon. Jammer dat er geen zak in zit. Maar ja, nu met sport vind ik het wel even chill om gewoon zo'n lekker... Of ik noem trui, maar ik bedoel vest. Om dat gewoon even zo overheen te doen. Maar het is echt heel fijn. Ook gewoon leuk met een leren broek of zo'n leuk shirtje. Ik vind toch die witte van Ritual zo lekker, man. Ja. Die rode is ook lekker. Maar ik had toen die groene een keer voor jou zo'n bodybut gekregen. Nou, die is ook lekker. Was ik even vergeten hoe lekker die was. Ik vind alle Rituals eigenlijk lekker. Behalve die blauwe, die is wat meer mannelijk. Maar oké, ik ga even... Ik heb gesport trouwens. Ik zweep nog steeds dood. Ik heb gedoucht. Oh, ik ben helemaal kapot. En pukkel, pukkel, pukkel. Dus we gaan even geen chocolade eten. Ik moet nog even avond eten. En het is 7:45. Oeps. Maar ik heb niet zoveel honger, dus ik ga even 2 eitjes maken. En ik ga waarschijnlijk volgend jaar 2 keer sporten. In plaats van 1 keer. Dus, leuk. Kijk, we zitten zelf. Ah, yummy, yummy, yummy. Zo, oké, wat donker. My god, laten we de hele huid even heel hoog doen. Fiets. Oké, om mijn wee. Jumbo, kerstpakket ophalen. Oké, ik doe nu net alsof ik heel fancy ben en ik heb een lange jas aan. Maar ik heb gewoon Laura's trui aan en een legging. Oh, ik ga het toch niet helemaal opmaken hiervoor. Het is koud. Even snel mijn kerstpakketje ophalen en dan vind ik het mooi geweest. En dan moet ik snel naar bed. Dus. Soep voor jou. Speld voor koren. Helemaal goed. Dus dat is lekker. Mijn laatste kerstpakketje. Zo, ik ga slapen. Weltrussen en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag. En ik ga nu naar school. En jullie zien me zo weer. Ik draag trouwens dit shirtje van Chiquelle. En deze geblokte broek van Lily. Dus ik ga snel naar school toe. Zo, ik ben thuis. Even oortjes af. Zo. Zo, en het is al 1 uur en ik was normaal om 2 uur pas vrij. Maar dat komt omdat er brand was in ons gebouw en die lessen daar gingen dus niet meer door. Dus ja, maar goed, nu heb ik wel vakantie, dus ik ben nu thuis, dat is top. Want nu kan ik de video opnemen in plaats van morgen. Dus ik ga zo even gelijk de ringlamp ophalen en de camera en dan ga ik een kerstmake-up look video opnemen bij de kerst. Oké. Okay. Alles staat klaar. Het is echt mega leuk. Want je... Oh, sorry. Ik heb zo erg de hik. Ik heb even dat wit naar beneden gedaan. En je ziet dan leuk die kerstboom wazig met knipperende lichtjes op de achtergrond. En ik ben dan scherp. Dus ik vind dat helemaal... Oh, mijn hikje, joh. Haal even make-up op. Ik ga dit er allemaal afhalen. En dan zie je deze joekel ook weer terugkomen in mijn video. Maar... Hang niet uit. Die gaan we natuurlijk helemaal bedekken. En ik ga jullie dan laten zien in die video hoe en hoe mijn kerstmake-up look eruit gaat zien. Dus ik heb helemaal zin in filmen en ik haal even alles op en dan ga ik beginnen. Nou mensen, ik sta vol in de spot van mijn ringlampje. Maar ik heb gefilmd en deze video die staat dan al online. Als jullie dit zien, dus ben jij nog benieuwd, mocht je hem kijken, kijk dan hier even boven. Kun je hem altijd nog met oud en nieuw of whatever namaken of gewoon als je opnieuw bent welk product ik heb gebruikt. Echt perfect, want ik ga even editen zo. Want de kwaliteit zegt wel even lekker dat ik denk, goh, dat heb je weer even goed gefixt, Mike. Dus ik ga dit even opruimen, want dit is natuurlijk even een hele andere koek. Er zit nog allemaal shit. Dus ik moet dat even opruimen en dan ga ik de video editen. En dan heb ik zo rijles, dus ik spreek jullie zo. En ik vind een knutje ook echt leuk bij deze look. Komt omdat ik zoveel make-up op heb. Maar in ieder geval, ik wou zeggen dat ik ondernemingsboeken ga, of ondernemersboeken ga bestellen. En de Marsha Planner. Maar ondernemersboeken, waarom? Omdat ik dat heel interessant vind. Echt. Let's go naar rijlesje. 1,5 uur. Ben ik al? Ja, oh, ik ben begonnen. Mukbang. Hoes. Oeh, lekker. Weer verder. Wat wil je nou dan? Ja, jij wou de pizza film voor de vlog. Dit is zo. Oh, sorry. We gaan maar kijken, Britt. Pretty Little Lies. En ik kijk het dan voor de tweede keer mee.
Ja, en ik ben bij seizoen 6, aflevering 4. En daar gaan we zo mee verder. Dus dit is de weekvlog van Brit. Doei lieve mensen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga er snel van door. Ik ga nu even naar mijn nieuwe werk toe, want ik moet nog wat gegevens sturen. Idee en whatever, moet je allemaal pietjes van sturen. Dus dat ga ik even brengen. Laurens komt er nu ook zo aan en ik laat jullie nog even naar mijn outfit zien. Ik heb trouwens de ergste make-up dag ever. Dus ik heb wenkbrauwen helemaal. Dus je denkt, goh, wat zijn er nou weer van snorretjes op jouw gezicht? Het ziet er niet uit, maar oké. Als ik thuis kom, ga ik het gelijk allemaal weer in me afhalen. Ik heb alleen concealer op, contourtje, highlighter en wenkbrauwen. Ik vind het goed geweest. Ik heb dit heel leuke truitje. Je moet ervan houden of niet. Ik vind het heel erg leuk. Deze trui is van Chiquelle en die heeft zo'n leuke band. En lekker bruin, heel erg zacht. Dus ik vind het heel erg tof. Met deze leren broek van de Bershka. En ik moet nog even schoenen aandoen. Maar dit is het truitje. En de linkjes staan allemaal in de beschrijving. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik vind hem wel heel chic staan als trui. Dus ik ga er nu even snel vandoor. Onderweg. Wow! Oké, ik stop maar weer. Ga wel met zo. Mars, een planeet. Pluto, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, voetbalclub. Ja. In Engeland, Engels voetbalclub. Manchester. Dirk heeft Kuit heeft gespeeld, Fletje Verdijk. Weet ik toch niet. Liverpool. Van K3, die was toen weggegaan en nu is er een nieuwe. Hoe heet zij? Ik ken die meiden. Die krokodil van Mario, die heet ook hetzelfde. Krokodil van Mario. Dat is toch een krokodil, Josje. Hakken en zagen. Peppy. Kopje en Peppy. Jij zei, daar ga jij. Heb ze daar geen plak bij haar? Bij die winkel. Wat? De blokker. Blokker. Samen met onze leveranciers. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ga snel even yoghurt maken. Want ik moet even een beetje opschieten. Want het is de zaterdag voor kerst. Ik heb trouwens een nieuwe Masha planner besteld. Die komt vandaag binnen. Ik ga even snel dit opeten, anders kom ik te laat. En dan ga ik even tot 5 uur werken. Van 7 tot 5. Zo, ik ben thuis. Oh my god, ik zie niet uit. Ik heb gepulpt aan mijn korst. Dat was een korst, ja. Oh, ik ben echt kapot. Het was mega druk. Laten we maar even doen gaan staan. Dat maakt mijn hoofd enigszins nog een beetje goed. Ik ga jullie even de Masha planner laten zien. Ik heb de wit met zilveren bolletjes gehad. En ik ga vanavond naar vriendinnen. We zouden eerst uitgaan, maar we zijn allemaal echt kapot. En ik had gisteren last van buik. Heel erg veel. We dachten, hey, we gaan gewoon een lekker chill avondje doen met z'n allen. Hey! Even uit de plastic halen. Oh, hij voelt nog helemaal perfect. Het is mega mooi. Lekker hard. En dan mooie boekjes. Hoe mooi is dit kleurtje? Wat vinden jullie als boekenlegger? Deze blauwe of deze? Ik ga denk voor wit, ja. Tadaa, met Floor. Kijk hoe mooi. Ik vind links echt zoveel mooier nu dan rechts, want deze is al zo erg gebruikt. Maar ik hou ze allemaal. Ik ga elk jaar een nieuwe planner kopen als ze een nieuwe uitbrengt. Hopelijk wel, anders heb ik altijd dezelfde. Zo, ik ga even lekker douchen. Ik ga morgen met Laurens naar Borghuis. En dat is een soort intratuin 2.0, maar dan groter. Waarschijnlijk ga ik vannacht daar slapen. Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk wel. Hij zei, ja, kom maar. En ja, dan doe ik dat denk ik maar. Dan ga ik gewoon vanuit Lisa, want ik ga vanavond naar Lisa. Dan ga ik gewoon vanuit daar naar Laurens. Ik heb lekker gedoucht. En ik dacht, ik deel gelijk even mee dat ik mijn make-up alles even ga reinigen. En ik had onder de douche echt een leuk idee. Let me know als jullie dat willen zien. Mij leek het leuk om als extra video weer gauw een night routine. Dus geen morning routine, maar een night routine te filmen. En daarin mijn skincare te laten zien. Want ik moet zeggen dat bijvoorbeeld als ik zaterdag uitga of zo, dan heb ik geen zin om weer helemaal alles te doen. Maar één keer in de, of twee keer in de week of zo, probeer ik wel echt mijn goede night of skincare routine te doen. Dus ik heb altijd wel gewoon een vaste routine. Maar dat is ook gelijk mijn goal voor 2019. Zo, daar ga ik al. Om gewoon elke avond goed mijn huid te reinigen. Nou moet ik zeggen dat dit vooral komt door de chocola. Want geloof mij, dat is echt waar. Ik kan daar gewoon echt niet tegen. Maar in ieder geval, daarom is het alleen maar goed om juist je
huid super goed te reinigen. Dus dat leek me echt een leuke video idee. Een night routine met skincare erbij. Hoe ik dat allemaal doe. Wat ik altijd in de avond dan doe allemaal. Dus dat leek me leuk om als extra video te doen. Dus ik dacht, hey, deel ik even met jullie mee. Dus let me know als jullie dat leuk vinden. Een nieuwe rokje van Chiquelle uit de was. Laat eens aan me kijken als je make-up stash zien. Wat? Laat eens aan me kijken als je make-up stash zien. Dan lacht hij helemaal. Nee, het is schattig. Britt had hij altijd hier een plank. Heb je die gewoon weggehaald? Ja, Jesse heeft dat gedaan. Oh ja, en nu heeft ze een nachtkastje van haar. En nu heeft ze hier al haar parfum en deo's en zo. En nou is ze hier heel schattig. Ja, klein maar bakje. Dit is, hier wordt eigenlijk ook een andere make-up. Dit is echt schattig. Daar zit mijn lippenstift. Ja, maar dat is echt schattig, want het past perfect in dit bakje. En schattig. Ja. Ja, en hier zit mijn dagelijkse make-up in, zoals mascara en concealer en zo. Maar die moet ik meenemen, want ik slaap dus bij Jesse vandaag. Ja. Dus, en hier zit mijn haarspullen in. Nou. En toevallig dit, want daar heb ik geen plekje voor. En hier, ja, al mijn reinigers. Oh, wow, veel. Ja, en masker, ja, reinigingsmaskers, of hoe dat heet. Mm. En mijn dagcreme en zo, primer. Vinkjespray, oh, die moet ik nog gebruiken. Hier zit al mijn make-up. Oh shit, dit is nog niet echt. Maar hier zit dus mijn make-up in die ik alleen op een zaterdag of vrijdag opdoen. Dus blush, highlighter, gedoe, contour, shit en zo. Ja. Deze is wel mooi. Er zit ook een. Ja, dat is een nieuwe highlighter. Oh. En ook een blushje erbij. Ja. En daaronder troep. En daaronder was troep. Wel mooi. Okay. Schattig hoor, meis. Kleren zijn opgeruimd. Ik ga nog even tas pakken voor Lauwens, want ik ga daar slapen. Deze. Dus die make-upje pakken voor morgen zo. Dus dat is wat ik nu ga doen. Een beetje mijn tas inpakken. Oké, okay, ik ga sinds tijden weer even mijn wenkbrauwen verven. Als je benieuwd bent hoe ik dat doe, moet je even mijn video kijken. Ik zal hem hierboven even linken, want daar verf ik altijd mijn eigen wenkbrauwen. Doe ik altijd. En dan heb ik in de video uitgelegd hoe ik dat doe. Zoals je ziet is het wel best wel weer licht. Dus kan het wel weer iets donkerder. Ik vind het helemaal mooi. Goedemorgen. Lekker uitzicht. We hebben klaargemaakt. We gaan zo naar het Borghuis bij Laurens. Mijn haar is echt ontploft. We hadden gisteren ons haar gekruld. Het is alweer helemaal uitgezakt. Ik draag deze outfit van Lily. Ik moet dit nog even opruimen. Je hebt nog helemaal geen hoi gezegd tegen de kijker. Nederland is het ook. Hoi. Oh ja, dat was gelijk. Nou, groetjes. Wij zijn onder de hoi, mag ik 9 cap nuggets? Moet je? Nee, hoeft niet. 2 hamburgers. Ga 2 hamburgers? Ja, dat was. 2 hamburgers per persoon. Ja. Voor 1 persoon. 2 hamburgers, jongen. Heb je honger? Oh, dat valt nog wat mee. Waarom neem je dan 2 hamburgers? Ah, maar een paar kipnuggetjes. Hij is nog wel erg volgens mij. Hey, dankjewel. Lekker. Lekker. Ja, lekker. Oh, dat ruikt goed, jongen. Oh, leuk. Oh, dat ook hier wel gewoon hier. Lekker hoor. Laurens heeft andere interesses. Ga er maar op zitten. Maak ik een foto van je kind. Ja. Jeugddroom, hè? Kippen. Wat zijn dat? Een zwarte baardkip. Ah ja, goed gelezen. Gadverdamme. God. Kotje. Kalfje. Yo. Ga ze likken. Waarom komen ze niet? Ze zijn aan het vreten. Hi schatje. Oh cool. Doe je hand eens erin. Vormpjes maken.
thuis. Ik praat een beetje zacht, want iedereen slaapt al. En het regent, dus ik ben helemaal nat geregen. Echt verschrikkelijk. En ik heb ook geen muts op mijn jas. Dus ja, ik had wel een paraplu. Laurens had me nog even naar huis gebracht. En het was een super gezellige dag. Echt heel erg van genoten. En morgen is dan weer kerstavond. En dan is dinsdag alweer de eerste kerstdag. Dus ik ga gauw slapen. Alles even opruimen en dan naar bed. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe alvast een duimpje omhoog. Volgende weekvlog zie je dat ik kerst vier en alles. Dus dat wordt helemaal leuk. En ja, doei doei. Bedankt voor het kijken.